Goeiedag, we gaan eens een filmpje maken. We hebben hier een portable, een Mac portable. Heel wat studenten komen tegenwoordig op de Karel de Grote Hogeschool met een Mac laptop. En uiteraard is het natuurlijk een super interessant operating systeem, maar er wordt ook van hen verwacht dat ze wel degelijk kunnen werken met Windows 8 vandaag, anno 2013. En dan komt de vraag natuurlijk, hoe moet ik nu op mijn Mac een Windows 8 installeren? Op zich niet moeilijk. Je hebt alleen een Windows 8 harde schijf nodig, een ISO-bestandje of eventueel zelfs een USB-bestandje waar alle bestanden op staan van Windows 8. Daar ga ik nu eens een filmpje van maken, maar als we dan toch bezig zijn, deze laptop is een beetje zo een testlaptop, zeg maar. En als je kijkt, er staan ondertussen al een heleboel programma's op. Misschien ook interessant om eens nieuwe programma's aan te leren. Eens te kijken wat heeft meneer Dubois op zijn machine staan. Ja, we hebben hier Adobe Photoshop, AirRadar voor de wifi te zien, App Cleaner voor programma's te verwijderen en goed te verwijderen, dat er geen restjes achterblijven. Een Bitdefender virusscanner, omdat je toch eens misschien een foutje binnenkrijgt en je denkt van, zou er nu iets mee mis zijn? Maar ik draai het voor de rest niet, dus het is niet actief in mijn geheugen bezig. Het is een kwestie van als je een mailtje krijgt van, dat ga ik nu eens kansen. En dan branden voor een CD-rommetje branden. Dus een ISO van Office of een ISO van DreamSpark van Windows 8 of Windows 7. Brand je op een CD'tje, dus een ISO-bestandje. Cafeïne, dan blijft je laptop altijd wakker. Kopie, kennen jullie, bestanden in de cloud zetten. Deze disk is interessant om te weten waar gaan al mijn gigabytes naartoe. Ah, ik heb daar nog een download staan van 10 gig, delete. Droppler, een programma dat in de social media context hoort. ED Viewer is de elektronische pas, zeg maar. Allemaal standaard software, die jullie kennen. HyperDock is een manier om bubbels te krijgen, om boodschapjes te krijgen op je dock. iBooks is nieuw, dit is dus een Maverick met andere woorden. De laatste nieuwe installatie in 2013, oktober. Insider, weer wireless, dus om te scannen van welke wires er allemaal in de lucht. Dit is om filmpjes te maken op de Mac, I Show You HD Pro, betalend helaas. Memory Clean is een programmaatje dat ervoor zorgt dat je altijd genoeg geheugen hebt, dat vanzelf ook gaat opkuisen, dacht ik. Microsoft Office 2011 moet ik jullie niet zeggen. MyStat, alle gegevens over je harde schijf, over je netwerk. Dus eigenlijk een power tool voor gegevens te hebben over je machine. Dat is wel gratis, dacht ik. Numbers kennen jullie. Excel op zijn max. Pixelmator. Een afkooksel van Photoshop, maar het is geen Photoshop, maar het komt in de buurt. Schaken, Soundflower, iets van geluid. Spotify kennen jullie. Steam is voor spelletjes. Stepmania is voor de dansmatten, zeg maar. Moet maar eens googlen. Stepmania, dansmatten, YouTube. Er zijn rare dingen van. TeamViewer 8 is voor een PC over te nemen. Een Archiver is onze winnaar variant op Mac, Time Machine. Unison is voor te downloaden. MicroTorrent is ook voor te downloaden. VLC is voor filmpjes. Wacom is een tablet waar je met een pen kan tekenen. Bijvoorbeeld voor Photoshop is dat interessant. Xmark kennen jullie vanuit de lessen, dat bookmark systeem. En eWork 09, onze Pages en Company en Numbers. Dus dat zijn de programma's. Ik zou eigenlijk die allemaal eens willen verwijderen en eens opnieuw beginnen van nul met een clean slate, zoals het dan noemt. Wel, vermits dat dit de Maverick is, je ziet dat aan de mooie bureaubladje dat er is, heb je hier ook natuurlijk over deze Mac. En dan kan je altijd vragen welke versie heb ik. 10.9. En dan meer info opvragen. En dan krijg je meer informatie, interessante informatie, die je door moet geven als je bijvoorbeeld je PC wilt gaan verkopen. Dit wil de verkoper weten. Of de koper weten beter. Beter weten. Goed, wat ik nu ga doen, is het volgende. Ik sluit de machine af. Ik herstart. Ja, ik herstart. Ik ga dus echt alles eraf smijten. Dat betekent dat je dus een backup hebt gemaakt. USB, externe schijf, alles op Dropbox, alles op Copy. Dus bent safe. Je Office versie of je Office CD, alles is bewaard. Je serial
Er is niets dat nog op die PC's staat dat echt hartzeer gaat bezorgen als er iets verdwenen is. Oké, okay, daar zijn we dan. Mooie spiegel, dat zien we zelf. Moet kunnen. Dus we starten op en dan moeten we Command R doen. Misschien ben ik nu net iets te laat. Command R, even afgeleid met mijn eigen spiegelbeeld. Vanity of People. Command R zorgt ervoor dat we een, ja, ik denk veronderstel dat de R staat voor recovery, want dat is in feite wat we gaan opstarten, een soort van herstelpartitie, zoals we die ook kennen in de Windows-versie. Ja, nee, men kijkt al eens bij de geburen om ideeën op te doen. En dan te laat, helaas. En dan kunnen we dus vanuit de herstelpartitie er alles echt afzwieren. We herstarten. Via de website erikdubois.be kan je dus leren hoe je de Mavericks versie op een USB krijgt, zodanig als je die insteekt en je drukt op het option teken, dat is Alt, tussen de Control en de Command. Dus een Alt-toets of de option teken. Dan krijg je dus een keuze van wat je moet opstarten. Dan kiezen we uiteraard voor die Mavericks USB, het gele icoontje. Alles wat momenteel op je harde schijf zal staan, zal verdwenen zijn. Dus op zich een pluspunt om altijd met een clean slate te beginnen. We nemen het laatste, Disk Utilities, in de OSX Utilities, omdat ik echt zeker wil zijn dat die harde schijf verwijderd wordt, of gekuist wordt, geformateerd wordt. En we kunnen kiezen hier een aantal partities. Je kan één partitie kiezen, je kan twee partities kiezen. Dus ik heb het hier nu Mac genoemd. En dan formateren we het ganse verhaal, de ganse harde schijf. Met andere woorden, moest er daar toch slechte zaken op gekomen zijn of niet werkende sporen enzovoort, wordt nu alles terug opnieuw mooi zuiver gekuist. Eens dat de harde schijf mooi geïnstalleerd is, één groot geheel gepartitioneerd, kiezen we voor het tweede lijntje en we installeren de OS X Mavericks uiteraard op uw C-schijf. Die we hier Mac hebben genoemd. Het filmpje blijft natuurlijk niet verder draaien. We springen eerst direct naar het eerste welkomscherm. Van welk land zijn we? We kiezen Select All. En we scrollen even naar België. Weet die voldoende? Belgisch toetsenbord zegt die. Ik kies het netwerk. Dat momenteel in de lucht hangt, wireless of niet wireless, hangt er vanaf hoe je werkt. Uiteraard moet je dan je key intypen. We gaan niet transfereren van ergens anders, doen het zelf via USB. Full name en account name, dus dat wordt het mapje waar alle gegevens in zullen staan. Dus je krijgt op je PC een mapje met die naam. Dat staat je dan niet aan, dan moet je dus die account name aanpassen. Paswoord dat je het ook best kan doen. Lees rustig de tekst en neem je beslissing. En zo eenvoudig is het om je Mac opnieuw te installeren en te zorgen dat je een clean install hebt met de laatste Mavericks. Daar zijn we dan. We gaan naar de surfing look. In plaats van alle leeuwen, lions, de snow leopards en leopards. Gaan we naar, voilà, even kijken, de 10.9 versie is dat. En zo installeren we Mavericks 10.9 via een USB. Check erikdubois.be. Succes!